Een glijzaal gebruik je om twee redenen. Allereerst natuurlijk om de kans op weefselschade voor de cliënt zo klein mogelijk te maken. En ten tweede om je eigen fysieke belasting zoveel mogelijk te beperken. En dan is het altijd de vraag voor hoeveel lagen kies je. Gebruik je één laag of gebruik je meerdere lagen? Daar zit heel veel verschil in. Om een voorbeeld te geven, met één laag probeer je te bewegen en je ziet dat het wel iets makkelijker gaat, maar het is nog kost nog veel moeite. Dat verandert al op het moment dat je twee lagen gebruikt. Dus één, twee. Dan zul je zien dat het heen en weer glijden bij dezelfde kracht al een stuk makkelijker gaat. En dat het ook voor de kans op weefselschade veel beter is. Dan kun je een stapje verder gaan en dan kies je voor drie lagen. Dat zie je hier. 1, 2 en 3. En dan zie je dat het wederom makkelijker glijdt en de kans op weefselschade verkleint. En tenslotte, als je een dubbelzijdig glijzeil hebt en je vouwt dat nog een keertje dubbel. Dan heb je in feite heel snel vier lagen op elkaar. 1, 2, 3 en 4. En dan voel je echt een enorm verschil. Echt heel erg makkelijk glijdt. En de kans op weefselschade voor de cliënt echt klein wordt.